vertel eens, waarom is dit zo'n roemruchte rally? Ik denk dat hij heel bekend staat om de weersomstandigheden. Het kan achter elke top kan er sneeuw liggen en ijs. Dit is gewoon heel moeilijk voor de deelnemers om dit om de goede bandenkeuze eigenlijk te kiezen van tevoren. Want je moet je voorstellen dat je in Monaco met de vrachtwagen en alles, zeg maar de pitlane hebt, waar jij uiteindelijk de keuze mag maken om de banden te kiezen. Maar ja, dan kan het best wel 15 graden zijn, het zonnetje. En achter de berg kan het sneeuwen. Dus dat is heel lastig en daar staat hij denk ik onbekend. Vanaf dit jaar komt Kevin als eerste Nederlander uit voor Volkswagen. Eén van de drie sterkste spelers in het WK. Over anderhalve maand is zijn volgende deelname aan een WK-race in Mexico. Je moet gewoon zorgen dat je fit bent. Op het moment dat je naar Mexico toe gaat, mag je de proeven, zeg maar, de stukken van A naar B, mag je met een gewone auto twee keer zien. Om met je navigator de pace notes op te schrijven en dat was het. Hier hadden wij een lekker band, dus ja, dat is helaas tijdverlies. Dat kan gebeuren. Het is niet geheel ongevaarlijk. Is er nooit wat gebeurd? Er is wel eens wat gebeurd. Ik bedoel, je hoeft maar 1 millimeter verkeerd te zitten en toch een beetje zand meepakken of wat dan ook aan de kant van de weg. Of iets te laat remt of zo. Het zit in een klein hoekje, maar het is net zoals op het circuit bij Formule 1. Hetzelfde verhaal en misschien een iets veiliger omgeving. Hoe dan ook, Kevin heeft indruk gemaakt in de moderne Zuid-Franse badplaats. Een eerste stap naar een groot kampioenschap. Ik wil niet zeggen dat ik veel talent heb, maar... Maar wat is dat talent? Ik denk wagenbeheersing en techniek, denk ik, ja.